Waar we eigenlijk een beetje van balen. En waarom? Yeah. Nou ja, vinden we ineens een band hier zo aan een boom. Yeah. Dat is leuk. Dus mama die draagt wel eventjes 20 kilo op de rug en op de nek. Geen probleem. De eerste profielen op de hoeken gezet. Om en om laten zakken. Dat is eigenlijk het handigst. Als je gewoon eerst deze doet. De ring van Olympus. Oh, ik heb ook geen zin meer in ook. Klaar, deze vlog is klaar. Hi lief, dat is welkom bij een nieuwe video. Het is weer een gezellige boel. Oh, je zit er niet. Ja, we hebben visite. Het is gezellig. Visite. Zullen we genieten. Ja, maar mijn moeder die blijft bij ons slapen, want haar vloer wordt gedaan. En mijn schoonouders, die zijn er ook gezellig en die blijven lekker eten. En Sergio is ondertussen bezig geweest met de rails. Ze zijn maar net. Het ging weer niet zonder slaap of Maar ze hangen eigenlijk recht. Ja. Alleen de spotjes die doen het niet, die passen niet. Dus die gaan weer terug. En maar goed, dan gaan we waarschijnlijk wat andere bestellen. En dan kunnen we ook gelijk de hanglampen bestellen. Maar we gaan eerst even lekker eten. Zo, lekker. Is het lekker, schat? Ja. Ja. Ja, als je daar aan in moet, je het zelf maar pakken. Zo, lekker hoor. Pak het toe. Een hele goede morgen. Met dit mooie weer. Waar we eigenlijk een beetje van balen. En waarom? Nou, de weersverwachting zou zijn dat het heel erg ging regenen. Daardoor heeft de hulp, zeg maar, van ons, die ons zouden helpen met de oprit vandaag, afgezegd. Want ja, als het met bak uit de hemel komt, dan is het natuurlijk niet echt ideaal weer om de oprit te gaan doen. Nee, nou, we hebben wel al een paar dagen geappt van joh, we gaan het even aankijken dit en dat. Dus we hebben wel in samenspraak het opgeschoven naar volgende week. Ja. Maar ja, ik bedoel niet dat zij nee. hebben afgezegd, maar dat vanwege het weer er dus is gezegd van nou, dit gaat niet worden, zeg maar. Nee, 16 mm is er voorspeld. Ja, en nu schijnt zelfs het zonnetje. Dat is echt vervelend. Het is nu van verplaatst naar volgende week. Ja. Maar ja, weet je, met het weer is het natuurlijk altijd onvoorspelbaar wat er gaat gebeuren. Dus ja, dan is het maar hopen dat het dan niet regent. Ja, ja, het is gewoon vervelend. Maar goed, dat gaan we dan maar zien. Het volgende punt is dat Sergio nu de rails heeft geplaatst. En die hangt eindelijk goed, want het had ook nog wat voet in de aarde. En zoals we al vaker hebben gezegd, het zal bij ons niet eens even normaal gaan. Wij moeten altijd zo piep creatief zijn om dingen voor elkaar te krijgen of te laten werken. Het is altijd thinking outside the box. We hebben dus... Dat is ook wel omdat ik niet voor de makkelijke weg ga. Ik wil wel altijd kijken naar de beste prijs met dan wel de beste producten. Ja. Dus als ik nu gewoon een kant-en-klaar systeem had gekocht met 14 spots en alles op een raam, dan waren we wel dubbel kwijt geweest, maar dan waren we ook wel klaar geweest. Ja, precies. Ik leg je even neer. Ja, nou, dat dus. We hadden eerst zwarte spots. Een wat langere. En die hadden een bepaalde aansluiting. Die waren te kort voor deze rails. Waardoor die geen connectie maakten. Nou, dus toen dachten we, nou eigenlijk vinden we wat kleinere gouden spots misschien nog wel toffer, dus we gaan die terugsturen en bestellen nieuwe. Heel vet. En dan is het zo eentje. Er zit nu even niks, alleen een omhulsel. En, maar die kwam binnen met precies hetzelfde aansluiting. Dus tekort. Hij heeft een extra vleugeltje om voor de stevigheid, maar daar is hier in deze rails geen gleuf voor. Dus ja, wat gaan we nou doen? Want degene bij wie we deze rails hebben gekocht, die hebben weer niet die leuke gouden spots. Nou, Sergio ziet het niet zitten om heel die rails eraf te halen en een andere rails te bestellen.
omdat het nogal wat voet in de aarde had om hem recht te krijgen en gewoon goed te laten aansluiten. Dus nu moesten we super creatief zijn. Dus wat hebben we gedaan? Het vleugeltje die eruit komt zetten voor de extra stevigheid, heeft hij eraf moeten knippen, snijden. Vervolgens die twee ijzertjes, die dus niet breed genoeg zijn, heeft hij eigenlijk zelf draad moeten spannen met een lusje. Aan beide kanten vast moeten plakken, zodat hij dus eigenlijk een tussenloepje had. Waardoor die draadjes dat loepje aanraakten en tada! Hij doet het! Nu nog 6 keer. Oei, 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 oei. Nou goed, we hebben ook lampen besteld voor hierboven. Die worden hopelijk ook heel gaaf. Maar we hebben dus dit voor daarboven besteld. En we hebben nu even vast een lamp eraan gedaan. Maar het worden dus hele andere lampen met kleur. Ook weer bijzondere lampen. Hi. Ondertussen hebben we deze ook opgehangen. Je kan het vanaf hier niet goed zien. Oh ja, zo. Met goud erin. De lampjes die er nu in zitten, die worden nog vervangen. Die moeten er nog aankomen. Maar dan hebben we dus één op de ovens gericht. Één op het keukenblad. En één op de koffiecorner. En er komen lampjes in die ook kunnen kleuren. Laat even zien wat jij hebt gedaan. En wat je hebt moeten doen om het lampje te laten werken. Ja. Kanttekening dat ik daar zo meteen nog wel wat extra informatie over heb. Maar er zit hier dus. Dus doe je zo en dan zet je hem vast op de rails. En dan komt er een stroompuntje naar buiten aan de beide kanten. Maar ook een plasticje. En dat, voor dat plasticje is dus geen ruimte in onze rails. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik schroef hem open en ik snij dat plasticje eraf. En dan deed hij het nog steeds niet. Maar nu heb ik natuurlijk hele oude spots gebruikt. En nu zit er een nieuwe spot in en nu doet hij het wel voor de allereerste keer. En ik heb daar dus stroomdraadjes extra tussen geplaatst. Want deze stroomdraadjes zijn korter dan de originele pendelpuntjes die je erbij kon kopen. Dus nu had ik dat hele systeem zeg maar zo gedaan met tape en bla bla bla. En nou doet hij het. Nu denk ik net, ik haal het tapeje eraf, want dat is niet zo mooi. En nu valt zeg maar het ijzerdraadje wat ik extra had bevestigd, zodat het wel contact maakt, viel eruit. En hij doet het nog steeds. Dus jij snapt hem al, hè? Maar we zeiden al, die spot is misschien kapot. Ja, dat zeiden we al. Hè? Dat zeiden we wel al. Oh. Nou ja, ik hoop het. Ik hoop het. Ja, want dan precies. Hoeven we eigenlijk alleen maar dat ijzertje eraf te halen en dan. Nee, dat plasticje. Nee. Ja, dat plasticje bedoel ik. En dan is die misschien wel gewoon voldoende. Nou, poging 2 dan maar. We weten in ieder geval één ding zeker en dat is dat plasticje eraf moet. Ja, dat extra vleugeltje moet er wel af. Inderdaad. Ja. Ik ga het proberen. Oké. Okay. Nou, Jesse die heeft even geholpen bij de buurtjes. Het was die hartstikke vies. Dus de snelste manier was om hem even in de grootsteen te doen. Hè? Ja. Onze grootsteen is zo groot dat je hier gewoon in kan badderen. En in te plassen. Ja, in, oh ja, hij vond het ook nog nodig om er even in te plassen. Ja. Ja. Nou. Is het lekker badje zo? Ja. Oké. Okay. Ik ben met Jesse er even lekker op uit. We gaan op zoek naar kabouters in het bos. En we gaan kastanjes zoeken. En dan gaan we eens even kijken of we misschien wel zo'n leuke kijkdoos kunnen maken. Maar dan gaan we eerst even kijken of we het redden naar het bos, want hij is alweer snel moe. Misschien komen we hier wel dingen tegen. Je weet maar nooit. Wow, wat heb je gevonden? Wow, dat is een grote tak. Ja. Die is mooi. Ga je die vasthouden? Nee, niet. Wordt die in de tas? Ja. Oké. Okay. Ja.
Nou ja, vinden we ineens een band hier zo aan een boom? Ja. Dat is leuk. Hier. Ja. Ja. Ik weet nog niet dat er hier was. Ik ook niet. Nou ja. Nou ja. Ja. Hey. Wat een mooi huis. Wat ben je aan het doen daar? Wij zijn hier lang gegaan. Ja. Ben je aan het sprookjesbos? Ja. Heb je al sprookjes gezien? Ja. Ja? Maar ik heb niet kabouters gezien. Heb je nog geen kabouters gezien? Ja. Wel de huisjes, hè? Ja. Zo, nou we hebben een tas vol en Jessie is moe met lopen. Dus mama die draagt wel eventjes 20 kilo op de rug en op de nek. Geen probleem. En wat heb je nog in je zak? Kastanjes. Kastanjes en eikeltjes. Ja. Okay. Nee, die zat daarin. Oh ja, in mijn tas. Ja. Oh ja. Oké. Okay. Het is inmiddels avond. Het begint ook te regenen. Lekker dan. mijn oudschoolvriendinnetje die heeft gevraagd of ze even mijn nagels mag doen. Zij heeft een eigen kliniek. En toevallig is zij een straat verder gaan wonen. Dus ik ga lopend naar naartoe en dan gaat ze even deze hele korte nagels onder handen nemen. Beetje wat vrolijker maken en hopelijk gaan ze dan ook een beetje mooier groeien. En worden ze wat langer. Sergio die is ondertussen nog bezig geweest met de rails. Het gaat steeds beter. Nu nog even afwachten wanneer de volgende lampen komen. Maar beetje bij beetje komt het goed. Goedemorgen. Mijn moeder gaat vandaag gezellig mee. Want we gaan weer met Jessie Silver naar rugby. Ja. Ja, hè? Heb je er zin in? Ja. Oké. Okay. Ja, het zijn een paar proeftrainingen. Even kijken of hij het leuk vindt. Eigenlijk is hij nog iets te jong. Dus ik weet niet of hij er dan al voor vast op zou mogen. Maar het is sowieso leuk om dus een paar keer erheen te gaan om daar kennis mee te maken. Vandaag is de tweede keer. Het weertje lijkt weer helemaal prima. Dus dat is ook fijn voor de ouders langs de kant. Haha. Leo springen. Leo. Leo. Een hele goede middag. Het is een heerlijke zondagmiddag, lekker rustig. Ik heb gisteren dus de eerste profielen op de hoeken gezet en de eerste naden dicht gesmeerd. Profielen, naadjes. Is die camera, die moet echt... Gaat lekker met die camera. Oké. Ja, na de dichtgesmeerde profielen erop gezet. We zijn op de achtergrond Formule 1 aan het kijken. Max Verstappen heeft het zwaar in Singapore. En ik ben aan het koken. Ik heb een lekkere lasagne vandaag. Dan heb ik sausje. En zelfgemaakte bechamel. Nog eventjes een paar laagjes... Een paar laagjes hier bovenop en dan in de oven. En we gaan niet... We gaan een lasagne maken. Wel. Ja, toch? We gaan niet een lasagne maken. Jawel, kijk, we hebben al twee laagjes. Nu mag er een laagje bechamel op. Weet je wat bechamel is? Ja. Wat dan? Ik denk niks. Oké. Dat is nog één hand. Kijk. Dit is bechamel. Bechamel. Wil jij die erop doen? Ja. Zo heet, hè? Oh, dat was heel lekker. Zullen we doen? Ja. Lepel. Grote lepel. Hoppa. Oeh, dit is heel lekker. Thank you.
Klaar! En nou heb ik een beetje dood. Deze. Ja, lekker. Zit er niks meer in de saus. Zit er niks in de bak. Wij zijn dat kan ik wel maken. Ja. Leg deze maar daar. Tegen de rand. Ja, goed. Lekker kaas. Nee, niet proeven. Je moet erop. Niet proeven. Doe maar op de lasagne. Ja. Jij kaasmonster. De lasagne staat inmiddels in de oven. En ik heb de tijd om er eventjes een klusje op te pakken. En dat is in Jessie's slaapkamer. Want we hebben daar nog niet echt de uiteindelijke gordijnen. Nou, laten we zeggen dat we de lange tijdelijke termijn gordijnen hebben. En dat zijn die superleuke rieten jaloezietjes, volgens mij dat het heet. Oh, dit is wel echt heel irritant. Ik ben gelukkig niet snel afgeleid. Eentje die hangt al heel erg lang. De tweede die past net niet. Nou is mijn idee dus om hem ernaast te hangen. En als je ze dus tegelijk oprolt, dan zou het één grote rol moeten worden. Nu is het natuurlijk wel zo dat als je er twee oprolt in het midden, dan wordt hij heel groot. Dus misschien is het verstandiger om er dan eentje eronder te laten rollen. Dus dan heb je zeg maar één rol die hoger zit dan de ander. Dan kunnen ze namelijk gewoon naast elkaar naar beneden rollen. Ik denk dat dat de beste optie is. Of de uitvoering ook zo makkelijk gaat zijn, dat gaan we nu zien. En dan is dit het idee. Hartstikke mooi, denk ik. Ja. Kijk eens, hatse flatsie. Oh, is het niet ver genoeg? Nee, daar zit zo'n stopplasticje op. En volgens mij zijn ze niet gewend dat die zo diep moet. Maar het kan wel. Het hangt goed eigenlijk en het verduistert goed. Ja, prima genoeg in ieder geval. Qua kleur is het goed. Ja, het is misschien niet de meest praktische oplossing, omdat je natuurlijk met twee paar touwtjes tegelijk moeten harnessen. Maar eigenlijk ik vond het een hele leuke en goedkope oplossing. Ja, want het kost echt niks, hè? Nee, het was echt Ja, dan moet je dus... Ja, of je doet gewoon eerst de een en dan de ander, kan ook. Ja. Eerst de linker, dan wel de rechter. Wel mooie tuin hebben ze bij, moet ik zeggen. Ja. Zit je nou weer van onderwerp te veranderen, jij? Ook gezien, dat is niet zo mooi, dat mijn schapenhekje een beetje aan het wobbly is. Ja, dat zag ik ook wel, want het was vanwege de wind. Maar ja, daar hing ook de hele tijd een zwaar deken overheen, ja, hè? Ja, dat moet echt helemaal niks uitmaken. Nou, dan moet je misschien gewoon nog wat steviger gaan doen ja, in het midden. Ja, ik denk gewoon nog twee spanhaken erbij moet kopen. Ja, maar hij heeft in het midden helemaal geen stevigheid. In een tuin van 10 meter breed. Maar als je hem gewoon goed spant, moet hij niet uitmaken. Dus er moeten gewoon twee spanhaken erbij. Oké. Nou, laat het mooie ding zien. Ik ben weer afgeleid. Ik kan ze gewoon om en om laten zakken. Dat is eigenlijk het handigst. Als je gewoon eerst deze doet.
Dan conflicteren ze ook niet met elkaar. Super chill. Wat een wim, wat een boom. Heb ik alleen weer een knoopje gemaakt hier. Of zat iedereen op jij gedaan? Nee. Heb weer een knoopje ingedaan, super handig. Dan blijven die twee kluitjes bij elkaar. En dan laat je ze gewoon helemaal zakken. Kijk, top. En dan komt die andere. En omdat ze niet op maat gemaakt zijn, gaan ze een beetje over elkaar heen. Maar, dat is juist... Ik vind het helemaal niet storend. Want nu heeft hij dus in het midden eigenlijk als... Ja, een strook zitten. Alsof hij dus twee... Extra verduistering in het midden. Ja, maar het ziet er echt super tof uit. Ja. Ik ben er blij mee. Ik weet niet wat daarboven is gebeurd, maar... Ja, ja, hij lijkt een beetje iets... Oh nee, nee, vanaf hier eigenlijk niet, toch? Nee? Nou ja, maakt niet uit. Hij hangt gewoon prima. Ik ben er blij mee. Hij hangt rechter dan die ander. Oh, misschien is dat het probleem. Ja. Nou, ook weer gedaan. Nu ben ik door de drukte helemaal vergeten te filmen. Dat die heerlijke lasagne uit de oven kwam. En heerlijk is opgegeten door René, Els en Jesse Silver. Maar, ja, dit is echt fantastisch ruklicht gewoon. Even wachten hoor. Oh, dat klinkt helemaal heel raar. Dat is niet wat ik wilde zeggen. Acht. Ik zou toch zeggen dat dit beeld beter is, maar dat is het niet. Kijk, dat ziet er toch heerlijk uit. Nou, Jesse heeft er echt een mega bord. Jesse heeft er echt een mega bord van op. En René ook twee keer opgeschept. Ook Els heeft goed gegeten. Dus dat was een dik succes. Nu is het ook zo dat ik heel graag op onze zolder wil beginnen met een beetje sporten. En we hebben daarvoor elastieken, we hebben daarvoor een push-up bar, we hebben een springtouw, ze hebben een aantal attributen. Maar de elastieken, die wil ik graag ergens aan bevestigen, zodat ik ook wat oefeningen kan doen naar voren en naar beneden en dat soort dingen. Dus daarvoor hebben we een hele toffe haak. Die kunnen we bevestigen aan de muur. En daar kan dan de elastiek doorheen. Maar nu wil ik heel even met René overleggen waar dat we die precies gaan plaatsen. Dus laten we even naar de zolder gaan en René erbij halen. Deze ring hebben we dus. Dat is de ring van Olympus. Die ik dacht, als we die daar hier plaatsen, zo. Dan... Een ringetje boven en een ringetje eronder tegen het hout. Dan kunnen we dus eigenlijk alles, zeg maar, beneden, boven, terug, drie plaatsen. Dan kunnen we deze elastiek er doorheen doen. Is dit? Ik vind het zonde om, om wat in onze mooie houten, wat is het, hek te doen. Naast Hans. Naast Hans, ja, dat heb ik dan liever. Zo, we zijn even popcorn gaan maken. Weer op onze goede manier. Alleen de pan is te klein voor de hoeveelheid mais die erin is gedaan. Ik heb iets. Dit doen ze toch altijd. Het ruikt een beetje naar pindakaas. Heb je er iets met pindakaas in gedaan? Nee. Oh. Nee, niet meer. No peanut butter. Goedemorgen, Jesse. Nee. We beginnen de dag vandaag lekker met een bordje Brinta. En een appeltje, een beetje kaneel erin. Super lekker. Klein beetje honing om het wat. Ja, zoals ik zei. Een beetje oergranen. Met een lekker appeltje, een beetje kwark, kaneel en honing. Vind je het lekker? Ja. Hij likt zijn bordje erbij af. Vandaag gaan we eventjes verder met de ombouw. Misschien dat we de tafel buiten, de picknicktafel, nog eventjes gaan bijten.
Want het blijft als het goed is lekker droog. En hopelijk... Ik wil nog een! Wil je er meer? Oké. Okay. En hopelijk komen vandaag de lampen binnen. En het zou mooi zijn als ik helemaal klaar ben met de ombouw, met het dichtpleisteren en het zetten van de hoekprofielen. Want als dat nou helemaal goed droog is, morgen moet ik nog werken, over een paar dagen, dan is het goed droog. En dan zouden we kunnen gaan beginnen met het stukken. Daar heb ik wel echt heel veel zin in, moet ik zeggen, want ik heb het nog nooit gedaan. En het geeft je wand gelijk... Heel lekker. Pardon. Het geeft je wand gelijk een hele andere look. En dan zie je de profielen niet meer, dan is het niet meer zo'n boom. Ja, dan wordt het echt een... Een muur die bijna af is. En dan nog schilderen. Dus ja, echt heel veel zin in. Hè, Jess? Wat ben je aan het doen? Ik zet de monsters in. Je zet de monsters in. En ik zet de monster in de kwalken. Oké. En nog meer, en nog meer, en nog meer, en nog meer, en nog meer. Oké. Ik zit echt mega in de frustratiemodus, want de ovens die moeten er eigenlijk uit zodat ik goed kan stukken, maar krijg ze er niet uit. Er zit geen beweging in te krijgen. Links, rechts, trekken, duwen. Allebei ook gewoon niet. Ik denk dat ze blijven hangen op een schroefje ergens binnenin. Dus ik heb besloten om ze te laten zitten en er maar omheen te stukken. Gelukkig. Kan ik nog nu, daarom wilde ik het nu doen, heb ik de zijkant er even afgehaald. En kan ik in ieder geval, oh die lens is echt super vies. Nou ja, ik ga hem zo meteen wegbrengen. Ik kan nu in elk geval nog bij de stekkerdozen. Ja, als we het gaan stukken straks niet. En als de oven kapot gaat, dan hebben we ook een probleem. Ja, dat is dan weer een probleem voor later. Dan zouden we dus... eventueel wat moeten breken en dan dat weer repareren. Dus dat is dan maar voor later. Nu eerst even een boterham. Nou, voor twee ultieme positivo's zijn wij vandaag niet zo positivo. Wat een piepdag. Soms heb je gewoon zo'n dag dat alles dan misgaat. Oh, wow. Jessie is niet te houden, die gooit een glas kapot. Mojo loopt altijd te blaffen. Ik heb een draadloze stroom aan uitklik ding ontvangen. Die reageert niet. De camera die is kapot. De Lucrin prik die stond weer bij het adres van mijn schoonmoeder. We hebben onderdelen gekregen van het bed die er tekort waren. Hebben ze de verkeerde onderdelen gestuurd. Maar daar was ik al bang voor. Van de meer. De ovens krijgen we er niet uit. Het leer is niet in de goede kleur. Eigenlijk wat ik nog mis is een hartaanval. Doe eens even normaal. Oh, mag ik niet jinxen? Ja, dat gaat. Ah, precies op mijn hart. Daar zit niet je hart. Die zit hier. Oei, oei, oei. Ja, soms heb je gewoon zo'n dag. Maar ja. Doe je eraan. Doe je eraan. Door blijven ademen. In principe. En doorgaan. Ja, dat wou ik zeggen, ja. En door ademen. Proberen oplossen. Op te lossen. Ja, dat is het ook, want... ik val niet meer aan te doen. Ik heb ook geen zin meer in ook. Klaar, deze vlog is klaar. Bedankt voor het kijken, voor dit leuke vlog. Dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, want wij zijn hartstikke leuk. En belletje vooral aanzetten, dan krijg je altijd weer deze leuke vlogs mee. En ik zie je ook gauw weer voor een keer. Ciao.